Dag jongens, jullie hebben net een sessie gedaan hier in de basiliek. Hoe was dat? Wij hebben in een kerk gespeeld, Dennis. Ja. Zojuist. En het viel me mee. Ik dacht dat het één grote galm ellende zou worden. Van één noot, dat je daar drie noten verder nog last van had. Maar dat valt reuze mee. Ja, vond ik eigenlijk wel leuk. Was het ook, hebben jullie zelf iets met kerken? Of? Nee. Nee, ik ook niet. Nee, helemaal niks. Was dit de eerste keer voor jullie of heb je het wel eens vaker gedaan? We hebben wel eens in de grote kerk van Goes gespeeld. Met meerdere. Met zeg maar heel de band ook nog. En daar waren wij een beetje bang van geworden, want dat ging dus gewoon niet. Maar dit ging eigenlijk wel, dit was oké. En hoe was het zeg maar om voor een klein publiek te spelen? Dat doe je natuurlijk wel vaker, maar toch? Intiem, hè? Ja, ze zaten redelijk ver weg nu. En we waren een beetje bang dat ze ons niet konden horen, maar dat was gelukkig wel het geval. Ja. Welke nummers hebben jullie gedaan? Was er een speciale reden voor de nummers die je gekozen hebt? De liedjes kwamen van Look Ahead, van onze nieuwe EP. En de reden dat we die willen spelen is gewoon omdat we dat gewoon nog het verst en het lekkerst vinden om nu te doen. Want ze zijn nieuw. Is er een speciaal nummer van die vier voor jou? Speciaal? Ja, ik vind Bring It On, dat is wel een favoriet van me, zeg maar. Ik vind het zelf een heel tof nummer. En waarom? Wat vind je daar mooi aan? Omdat het weer zo'n nummer is die uit de lucht kwam vallen. Ik was eigenlijk met iets heel anders bezig. En toen kwam ineens dat riffje, zeg maar, kwam het voorbij. En ik speelde het voor een Bart en die begint te zingen. En 10 minuten later hadden we bij wijze van spreken Bring It On. Dat is voor mij altijd de speciaaltjes. Waar gaat het over? Ik vroeger op de schouders van mijn vader. Dat ik me daar veilig voelde en heel de wereld kon je aan. En de wijze lessen die hij mij heeft getracht te leren. Niet verliezen in de blues. Don't you dare lose yourself in the blues, my friend. En niet bij de pakken neerzitten. En dan het tweede couplet, dat ik dat eigenlijk een beetje tegen mijn eigen zoon zeg. Want we zijn weer een generatie verder. En nu had ik dus mijn zoon op mijn schouder. En dat gaat dan daarover. Ik kan hem niet leren hoe hij moet leven, maar ik kan hem wel pointers geven. En ik hoop dat hij gezond en gelukkig zal worden en blijven. Je sprak over een speciaal moment, zeg maar, dat je dan dat het nummer uit de lucht kwam vallen. Gebeurt dat toch vaak bij jullie? Gelukkig wel, ja. Het mooie is dat de nummers waar je het meeste bloed, zweet en tranen in zitten, die worden meestal weggeflikkerd uiteindelijk. Je de maanden aan een stuk mee aan het loopt te eikelen. En iets net als een Love You More is ook zo heen. Die kwam ook uit de lucht vallen. No Mercy kwam ook uit de lucht vallen. En dan weet je eigenlijk al gelijk van, ja, daar is er één. En van de andere drie, zeg maar, is er nog eentje die uit de lucht kwam vallen? Hate to Love is eigenlijk ook heel snel voor elkaar. Maar die staat niet op deze EP. Die komt op ons album wat in oktober uitkomt. Maar dat was ook was een scheet in drie knikkers en hij was er eigenlijk, ja. En die Hate to Love, een mooie uitdrukking, maar die Hate to Love, heb jij wel een hele speciale tekst. Kun je dat uitleggen? Het was in de tijd dat mijn oudste, liefste, mooiste zus... Nee, dat zeg ik verkeerd. Mijn liefste, mooiste, oudste zus erg ziek was en bijna dood. En toen vond ik heel veel van iemand houden en hij is helemaal niet meer zo leuk eigenlijk. En toen die tekst is daarop uitgekomen. En hoe gaat het nu met haar? Ze is dood. Ze is overleden. En, heel mooi op mijn verjaardag vorig jaar, 2016. Dus ze zal altijd heel speciaal voor me blijven. Was het nummer geschreven toen ze nog leefde of na overlijden? Nee, ze heeft het nog gehoord. Op de bankie. Heeft ze nog even geluisterd. En toen zei ze, Bart, dat is echt een heel mooi liedje. Zijn die nummers dan ook moeilijker nog om te zingen? Of heb je daar afstand van kunnen nemen? Ja, ik doe het al een tijdje, dat zingen. Ja. En, ik bedoel zeg maar dit specifieke nummer. Ja, in het begin is dat even KUT. En dan op den duur dan betrap je jezelf erop dat je aan de afwas aan het nadenken bent. En welke boodschappenlijst je nog even moet gaan halen en zo. Dus af en toe, als het een beetje te moeilijk wordt, dan denk je gewoon even aan de wind die Dennis in de kleedkamer liet. Waar iedereen hard van moest lachen. En dan kun je weer even er tegenaan. Hoe is het voor jou om te horen, zeg maar, dat hij dan zo'n nummer, zeg maar, de tekst erop schrijft? Hoe beleef jij dat? Soms komt het wel heel dichtbij, ja. Maar gelukkig hoef ik er ook niks van te zeggen. Weet je wel? Ik hoef niet bij alles wat hij zegt of roept gelijk iets ervan te vinden, zeg maar. Soms is gewoon een schouderknop of een blik of een knipoog of een knuffel meer dan genoeg.
Jullie staan in juni ook op Vestrock, een Zeeuws festival. Is dat speciaal voor jullie? Ja, absoluut. En zeker omdat het zo knijterhard aan het groeien is. En een hele goede line-up altijd is geweest. En drie jaar geleden hebben we er gespeeld. Ja, twee, dan is het waarschijnlijk 8 jaar. Ja, dan is het waarschijnlijk 10 jaar geleden, ja, precies. Maar tweede editie hebben we daar wel eens gedaan. En toen was het nog allemaal zo heel lief. En ging er nog eens wat mis en zo. Is nu niet meer, denk ik. Maar we gaan het zien. Doe niet, zeg maar, tijdens festivals. Pas je dan je set aan? Ga je andere dingen doen of niet? Nou, we komen nu net uit de clubtour. En dan sta je helemaal voor je eigen publiek. En heb je alle tijd om zo'n avond te vullen. Dus dan ga je wat meer de diepte in. En op festivals, ja, dan komt het toch vaak neer op de hits knallen, zeg maar. Ja. En af en toe tussendoor iets waar we dan zelf zin in hebben. Ja. Maar die hits, die blijven toch leuk? Ja, ik vind van wel, ja. Er zijn er een paar bij die me niet meer leuk vinden, maar die spelen we dan lekker ook gewoon niet meer. Dus dat is allemaal weer prima. En het voordeel is wel dat jullie intussen, heb je niet één hit, maar je hebt er wel meerdere, dus dat wordt ook makkelijker. Ja, het maakt het leven een stuk makkelijker, ja. Klopt. We hebben hier nu ook weer fans gezien. Nou ja, wat je ook al zegt, zeg maar, nummers die je schrijft zijn heel heel persoonlijk. Hoe heel belangrijk is de band met fans voor jullie? De band is voor mij helemaal niet belangrijk. Ik hoef geen band met fans. Sorry. Hoe heel belangrijk zijn fans voor jullie? Oh ja, fans zijn heel belangrijk voor mij. Voor ons. Absoluut. Dat is toch een beetje... die maken of breken je. Dus als mensen jou sowieso als muzikant absoluut niet trekken. En jij vindt zelf je muziek heel mooi. Dan moet je niks veranderen. Dan moet je dat lekker zo blijven doen. En wij hebben dan de mazzel dat we niks hoeven te veranderen. En dat er dus toch nog mensen zijn die ons ook nog heel leuk vinden. Dus dat 1-1, dat is mooi. Anders hadden we nog steeds met z'n tweeën op de bank high-fivend in de huiskamer gezeten. Ook mooi. Ja, ja. Maar de vraag is dan, had je dan nog muziek gemaakt? Ja, tuurlijk heb ik dan nog muziek gemaakt, ja. Ja. Niet, dat had ik niet van mijn hobby in mijn werk kunnen maken. Maar dan had ik nog steeds muziek. Ja. Zijn jullie qua... zijn er speciale reacties van fans die mooier zijn? Of speciale, iemand met een persoonlijk verhaal of juist een hele grote menigte die juicht? Waar halen jullie de kick uit met fans? Ja, alles wat je net noemt. Ik bedoel, een veld vol mensen die het liedje teruggalmt wat jij een paar jaar geleden samen hebt gespeeld. Ja, dat is fantastisch. En dan, maar ook ja, dat je heel persoonlijke verhalen, van vrolijk tot heel droevig. En dat een liedje van ons of muziek van ons daar een heel belangrijk deel van hun leven in uitmaakt. Ja, dat vind ik ook nog steeds heel bijzonder iedere keer als ik het hoor. Is daar een speciaal iets wat je nu meteen te binnen schiet? Nee, ja wel, maar ik vind het niet nodig om daar, nee. Jij misschien? Nee, hetzelfde verhaal. Dat zijn juist wat je zegt, persoonlijke verhalen. En nu hoef ik dat niet op on camera nog te gaan herhalen. Want het zijn briefjes aan onszelf geschreven. Dus die moeten we lekker voor onszelf houden. Wat denk je erover na, weet ik niet. Maar wat is, zeg maar, wat je net zei. Van, nou, je hebt nog steeds wel de momenten waarin je zomaar iets uit de lucht komt vallen. Wat houdt jullie muziekrelatie fris? Ja, dat. Ik bedoel... Soms dan zitten we elkaar glazig aan te staren en denken van, ja, same old, kennen we, saai, hebben we al gedaan. En dan toch komt er ineens weer iets van links of van boven naar beneden zeilen. Dat je ineens elkaar weer met kippenvel hoog huizen op de armen van wauw. En ja, weet je, en voor ieder voor zich luistert naar de verschillende soorten muziek, leest het boeken, dus kijkt films. Ik bedoel, de inspiratie is er altijd. Soms wat minder, soms wat meer. Dank jullie wel. Ja, jij ook. Graag gedaan.